Dit is Bram van Demon Runners. Beetje winderig vandaag, maar we zitten in Voeren. In de Voerstreek. En een beetje terreinverkenning voor volgende week. De Bear Trail. We zitten nou iets binnen het dorp. En de Bear Trail die start buiten het dorp bij een voetbalterrein. Dus auto geparkeerd. Bij volgens mij hebben we het parkeerterrein van het bezoekerscentrum. En dan gaan we vandaag iets grofweg van 30 kilometer lopen. Dus de route volgens mij ook wel een keer gemaakt door Bear Trail dit. Dus goede mogelijkheid om even het terrein weer te verkennen. En het is nog zonnig, maar we zullen zien wat het weer brengt. Kilometer gedaan en de paden die we nu lopen is eigenlijk het einde van de Bear Trail, de omgekeerde volgorde. Dat is ook wel eens een keer leuk om te zien. Ja, het is hier ook nat, flinke plassen, af en toe wat glad tot modder, maar het weer houdt zich nog goed. Klein stukje meegelopen met iemand die denk ik ook aan het trainen is voor de Bear Trail. Een rood UTMB Eiger Trail shirt aan. Die zie ik af en toe nog aan de van voren ergens. Ik geloof dat bij Voeren ook een wandeltocht aan de gang is. Heel veel wandelaars. En natuurlijk leuk gebied voor mountainbikers. Hallo. Een aantal leuke technische klimmen en afdalingen. Nou, op naar de rest van de trail. Zoals jullie wel misschien weten, blijft eten bij mij altijd wel een dingetje bij lange evenementen. En al een paar keer geëxperimenteerd met deze kleine dingen. Van Kalkman Good Energy. Kleine powerbars of energieblokken. Gemaakt van fruiten en dadels geloof ik en zo, noten. En dit is de smaak appelkaneel. Ze zijn makkelijk mee te nemen, klein. Overigens niet gesponsord of zo. Maar vorige week bij Gulp ook elke uur eentje genomen. En dat beviel goed voor die 34, 35 kilometer. Dus vandaag ook weer een aantal meegenomen. En eens kijken hoe dat vandaag gaat. En of dat inderdaad hetgeen is wat ik dan volgende week meeneem naar de 58.
Dus even een hapje eten om het elke uur. En dan eens kijken hoe dat bevalt. Van de route. We zouden eigenlijk langs het water moeten lopen, maar dat is voor het afgesloten weiland voor de koeien. Dus pak me even iets hoger en dan probeer ik zoveel mogelijk parallel te lopen aan de bedoelde route. Ik weet ook niet hoe oud deze route is eigenlijk hoor. Dus, een beetje aanpassingsvermogen moet er komen. Thank you.
Zo, terug bij de parkeerplek, parkeerplaats. 3:20 uur. Prima hoor. Hier wat kilometers gemaakt. Meer dan 600 hoogtemeters. Dus mooi zo. Ja, leuk terrein. Leuke routes weer. Weer de paden van de Bergtrail. Maar dan omgekeerd voor een gedeelte. Een aantal nieuwe paden. Of paden die ik nooit eerder heb gedaan. Ja, voeding heeft goed geholpen. Nou, klaar. Nou, op naar de Bergtrail nou volgende week. En keep on trailing.